Couvreren. Couvreren is het aanbrengen van couverturen. Hierbij wordt het interieur van een bonbon met behulp van een couvreerhaakje door de getempereerde couverturen gehaald. Het interieur van de bonbon kan bestaan uit opgespoten ganache, stukjes marsepein of bijvoorbeeld een truffelvulling. Couvreer de interieurs, in dit geval van marsepein met hazelnoot, door ze met het doorhaalvorkje door getempereerde chocolade te halen. Dribbel met het vorkje zodat al de overtollige chocolade eraf gaat. Zet de bonbon op de plaat met bakpapier. Zo krijg je een vlakke onderkant. Het doorhaalvorkje moet steeds dezelfde temperatuur houden als de chocolade. Wanneer je dat niet lukt, stolt de chocolade op het vorkje en blijft de bonbon eraan vastzitten.